Dat zijn bijeenkomsten. Meestal doen we ze in een reeks van 3 ochtenden. Voor mensen die een dierbare hebben verloren. Dat kan een partner zijn, dat kan ook een kind zijn. En als je die mensen bij elkaar brengt, vandaar lotgenoten, hebben vaak een half woord nodig van elkaar om elkaar te herkennen. Om het verhaal te kunnen vertellen. Mensen zijn vaak van tevoren een beetje benauwd. Van ja, het rakelt zoveel op. Wil ik dat wel? Want ik heb nu een beetje mijn weg gevonden. Maar als ze dan komen, zijn ze heel blij en heel dankbaar. Want het verhaal komt spontaan op tafel. Er komen ook tranen natuurlijk. Maar achteraf zeggen ze, het brengt mij zoveel. Ik word daarin bemoedigd. En zo ga ik ook bemoedigd weer naar huis.